Wie deze week een blik werpt op de selectie bij Jong Oranje, ziet een hoop nieuwe namen. Liefst 13 spelers zijn voor het eerst opgeroepen door bondscoach Michael Reiziger. Zo ook Sontje Hansen. De aanvaller van NSC beleeft een goede seizoenstart en zag dat beloond worden met een eerste oproep. Ja, blij dat ik terug ben. Blij dat ik weer Nederlands elftal logo mag dragen. Trots ook. Ik was er niet echt zo mee bezig dat ik wist ook niet dat er zo snel kwalificatiewedstrijden zouden zijn. Dus ik was er niet echt mee bezig. Ik wist wel als ik me zou laten zien dat ik dit seizoen, dus mijn laatste jaar voor Nederlands elftal, Jong Oranje, kan komen spelen. Dus dat was wel mijn doel, maar ik wist niet dat het zo snel zou gaan. Dus ineens kwam ik bus in en ik word gefeliciteerd. Opgeroepen voor de voorselectie van de Nederlands elftal onder 23. Ik, ja, echt. En toen, ja, het was gewoon echt. Ik was blij. Ook een beetje emotioneel, omdat het echt lang geleden was. De afgelopen jaren, hoe het ook bij je Ajax was gegaan. Het zegt wel iets als je toch wordt opgeroepen. En dat was ik ook een beetje kwijt. Ik denk dat het je ook gewoon meer vertrouwen geeft als jij toch wel wordt opgeroepen voor Jong Oranje. Kijk, bij Ajax, meestal in de jeugd hebben we altijd al gehad, 9 spelers worden dan ongeveer geselecteerd. En nu ga ik dus naar NSC, is wat lager, en zie je dat er nu 3 spelers worden geselecteerd. En ik wist niet dat ik er zo snel dus bij zou zijn. Dus dat was voor mij wel trotse emotie. Ja. Deze keer zijn het geen 9, maar 5 Ajaxiden die zich mochten melden. Met de meeste van hen speelde Hansen al eens samen. Brobby, Taylor, Hato. Tegen wie kijkt hij nou het meest op? Ik denk de speler die er niet is. En dat is Ryan Gravenberg, denk ik. Ja, ja, ik heb altijd in de jeugd ook met Ryan gespeeld. Ik vergeleek hem altijd met, noem hem ook, gewoon zo'n nieuwe Pogba. Zo liep hij ook. Niet dat hij zelf wou dat hij, maar ik vind gewoon zelf de uitstraling, lengte. En ik vind sowieso Pogba van de Juventus tijd. Ik denk een van de beste middenvelders, complete middenvelders die ik heb gezien. Dus als hij alleen maar zo gaat groeien als Pogba en nog meer verder gaat doorgroeien daarin, ja, gaan we echt van hem genieten. Ook bij de A-selectie lopen een aantal spelers waar Hansen tegenop kijkt. De laatste jaren, Memphis. En nu waar ik echt naar opkijk, gewoon hoe ik ook zou willen spelen. En gewoon hij als speler en gewoon hoe hij is, vind ik gewoon top. En dat is Noah Lang. Al bij Ajax, toen ik wat jonger was, vond ik hem al echt een goede speler. Ja, mensen zeggen veel over zijn gedrag, bla bla bla. Maar als je gedrag niet echt top is geweest en je kan toch, je kan het toch bereiken, dan moet je wel iets hebben. En dan, dat vind ik mooi. Ook zoveel media, dit, dat. Maar toch laat hij dingen zien. Dat je denkt van oké. En hij speelt toch Nederlands elftal. Hij is toch naar PSV. Hij doet het voor mij nu nog steeds goed. En ja, dan is eigenlijk al die media dingen is het bijzaak. Want hij doet gewoon zijn ding. Mocht Hansen zich net zo ontwikkelen als Lang, dan kan het zomaar zijn dat de twee in de toekomst elkaars concurrenten worden. Hansen is van oorsprong rechtsbuiten, maar voelt zich het fijnst aan de linkerkant. En laten ze bij Oranje nou net een probleem hebben op de flanken. We moeten wel realistisch zijn. Natuurlijk, de ontwikkeling kan snel gaan. Xavi Simons, super snel gegaan. Maar hij speelde wel gewoon bij PSV. Het kan ook super snel gaan met mijn kwaliteiten. Maar het is niet dat ik denk dat ik zo snel bij Nederlands elftal 1 zou komen. Ik ben nu hier. Dus de eerste keer. Ik ga hier mijn best doen. Bij NSC ga ik mijn best doen. Ik ga me laten zien. En we gaan stap voor stap.